Je deelt hem wel, hè? <laughs> dat is lijkt... laat. 50.000 mensen deelden de mening wel ja. met jou. Ja. Arnie, bent net bij de NOS Best uh, positief over wat je vandaag, uh, wat je vandaag ziet. hè? Uh, want jullie zijn, zijn de betere vandaag. Vorige week was het misschien net andersom. Hoe uh, uh, Als je de balans dan opmaakt in deze pool waar het zo dicht bij elkaar zit. Hoe hard kan dit je dan raken dat je deze er niet uithaalt? Ja, dat antwoord kan ik je natuurlijk pas over twee wedstrijden geven. Maar feit is wel dat dit heel, heel, heel duur en kostbaar puntverlies is geweest. Ik heb net bij de collega's van de NOS inderdaad gezegd dat op het moment dat je beter bent, dan moet je die wedstrijd er ook uithalen. En dat waren we. Uh, want juist in de fase dat ik vond dat we ons allerbeste voetbal van de avond speelden, namelijk die eerste tien minuten naar rust, was een, um, was een standaard situatie op het moment dat zij 2-2 maakten. En daarna is er denk ik vrij lang amper tot niet gevoetbald. En in de eindfase kwamen we weer op, maar was helaas de tijd te kort. Ook omdat er de tweede helft ontzettend weinig de bal in het spel geweest is. In die fase dat er amper tot niet gevoetbald werd, zie je ook op een gegeven moment de irritatie toenemen. Hè, bij, bij spelers ook richting hoe de scheidsrechter deze wedstrijd handelt of niet. Hoe, wat, wat kun je vanaf de kant nog doen om daar enige sturing aan te geven? Ook hoe je spelers daarmee omgaan? Uh, nou, dat is tweeledig. Ik vind het uh, niet slim om, om uit frustratie een gele kaart te, te krijgen. Alhoewel die frustratie wel begrijpelijk was in die fase van de wedstrijd. Omdat er weinig gevoetbald werd en, en de beslissingen ook wel een beetje één kant uh, op gingen. Maar slimme spelers uh, die zorgen ervoor dat ze wel kritisch zijn op de beslissingen die er genomen worden, maar er geen gele kaart voor krijgen. En Dat was bij ons in, in, in een enkel geval niet zo. Ik vond dat ze er dus geen last van gehad hebben, gezien het feit hoe er daarna weer gespeeld werd. Maar dan moet de bal wel in het spel zijn om te kunnen spelen. En helaas was er in een bepaalde fase van de wedstrijd, werd het spel constant onderbroken, stopgezet. En, um, en bleek ook, tenminste vanuit onze eigen analyse, dat de effectieve speeltijd van de tweede helft erg laag lag. Erg weinig was, sorry. En dan wel maar drie minuutjes blessuretijd. Dat is gek, toch? Volgens mij vond iedereen in het stadion dat gek, toch? Sorry? Dat vond iedereen in het stadion gek, toch? Nou, als jij dat ook gek vond, dan is het een vraag die jij stelt. Dan mag jij je mening erover geven. Ja. Dan heb je niet mij nodig om een quote te krijgen, waardoor ik er dan weer iets over zeg. Maar het is dus jouw mening geweest. Ja, heel goed. Je deelt hem wel, hè? <laughs> dat sluit. 50.000 mensen deelde de mening wel ja. met jou. Ja. Um, ik wil het nog even kort met je over komende zondag ook hebben, want er is morgen geen persmoment, maar er staat een hele belangrijke wedstrijd op, uh, op de rol, al vroeg in het, uh, in het seizoen. Vind je hem ook net zo belangrijk? Vorig seizoen was hij iets later natuurlijk. AZ, daar, toen hecht hij er zelfs de waarde aan van, als we om die titelstrijd willen meedoen, dan moeten we hem pakken. Het lijkt me dat op speelronde 9 dat dat nog iets te vroeg is, om dat belang erop te leggen, toch? Zeker. Maar daarentegen is het wel gewoon weer een hele belangrijke wedstrijd, zoals elke wedstrijd voor ons dat is omdat uh, pas wedstrijden wat minder belangrijk worden als je een hele grote voorsprong hebt op je concurrentie. En dat hebben we nog niet. Dus uh, dat betekent dat elke wedstrijd voor ons heel belangrijk is. En dat is zondag geen uitzondering. Op. AZ is nu de koploper natuurlijk. Hoe, hoe kijk je naar hoe ze het daar toch al snel en vroeg in het seizoen op de rit lijken te hebben? Nou, dat is denk ik ontzettend knap. Uh, het feit dat ze het op de rit hebben komt niet compleet als een verrassing. Omdat ze ook bij een hele elftal uh, hetzelfde gehouden hebben. En de spelers die ze hebben moeten vervangen... Daar hadden ze al vervangers voor in hun selectie. Hè? Met Wijndal en Mitsche, daar hadden ze al Kerkens en, uh, en Rijn dus voor. Daarnaast heeft elk uh, nadeel zijn voordeel. Als je, mis je een iets minder seizoen hebt vorig jaar, dan, um, dan zie je nog wel eens bereidheid om geld te gaan investeren. Nou, Dat heeft AZ ook gedaan door een aantal goede spelers erbij aan te trekken. En uh, Dat betekent, heeft ertoe geleid dat ze het seizoen ontzettend goed en knap begonnen zijn. En, uh, en op dit moment op de eerste plek staan. Ik vraag over jouw team nog met de ogen op zondag. Timber valt volgens mij speelt ook mee, die tik die hij eind van de eerste helft krijgt. Uh, kun je nu al iets zeggen over, of die zondag gaat halen of misschien ook niet? Nou, in de rest, in de rest heb ik gevraagd of die oké okay was en toen zei hij dat hij oké okay was. Dus uh, hij, is, hij is niet gewisseld omdat ik het idee had dat hij uh, fysiek uh, in de zin van een blessure niet verder kon. Dus um, ja, je weet natuurlijk nooit als een speler dan stil gaat zitten wat er dan ontstaat uh, qua vocht in um, en ik denk de enkel, maar uh, ja, daar vind ik nu moeilijk om daar je antwoord op te geven.